Nou ja, voor ons in Graven is Open Monumentendag natuurlijk heel belangrijk, omdat we heel veel mooie monumenten hebben. Die zijn niet altijd toegankelijk en we proberen juist in zo'n weekend het zoveel mogelijk voor alle bezoekers toegankelijk te maken. Dus wij vinden dat heel belangrijk. In het weekend van 11 en 12 september is er in heel Nederland Open Monumentendag. Zo ook in de gemeente Graven. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Wat betekent dat voor het vestingstadje? Ja, we proberen daar op verschillende manieren toch wel een bijdrage aan te leveren. We stimuleren eigenaren van monumenten, en zeker als het woningen zijn, om ze toch te verduurzamen. En dat kan door zonnepanelen, dat kan door aardwarmte, dat kan op allerlei manieren. Dat proberen we wel te stimuleren. Maar je kunt er ook aan denken dat je monumenten zorgt dat die gebruikt blijven. Want dan blijven ze meestal ook wel een stuk duurzamer. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan de Hampoort, waar wel gebruikers in zitten. Dat monument wordt dagelijks gebruikt als museum of voor het gilde. En ook met de kerken zijn we in gesprek. We zijn een kerkenvisie aan het opstellen samen met de eigenaren ook van de kerken. Om te kijken hoe kunnen we die monumenten, want dat zijn vaak rijksmonumenten ook. Hoe kunnen we die ook straks, als ze misschien minder als kerk gebruikt kunnen worden, ook een ander doel geven, waardoor het gebouw duurzaam gebruikt kan blijven worden, ook in de toekomst. In stand houden. In stand houden en zorgen dat er toch ook wel natuurlijk iets gebeurt aan energiezuinig zijn, goed isoleren, et cetera. Maar vooral zorgen dat ze gebruikt worden. Ja. Dit jaar is het platform Duurzaam Graven ook betrokken bij deze Open Monumentendagen. Hoe belangrijk is de samenwerking met dit platform voor de gemeente Graven? Ja, wij kunnen het als gemeente natuurlijk niet alleen regelen dat gebouwen ook monumenten duurzaam verduurzaamd worden. Dus we werken graag samen met initiatieven als Duurzaam Graven, Brabant Woont Slim. Er zijn allerlei initiatieven waar wij als gemeente mee kunnen samenwerken om zo een zo groot mogelijk effect te bereiken. Nee, natuurlijk is het zo dat mensen dan naar die gemeente kijken en ook kijken hoe we met onze eigen gebouwen omgaan. Hè. Dus zo'n sedumdak op het stadhuis helpt, zonnepanelen op de werf, op scholen en op andere gebouwen waar wij direct invloed op hebben, dat laat een goed voorbeeld zien en wij hopen dan dat anderen dat goede voorbeeld willen volgen. En hoe duurzaam is de burgemeester zelf? Nou, de burgemeester is redelijk duurzaam. Ik heb zonnepanelen liggen op een bijgebouw bij mijn huis, want ik woon in een boerderij, maar daar liggen zonnepanelen op. Die zonnepanelen die gebruiken we ook om onze auto's te laten rijden, dus we rijden elektrisch. Niet helemaal, want ik heb een hybride, moet ik zeggen, maar mijn partner heeft een volledig elektrische auto. En we proberen echt zo duurzaam mogelijk te leven, alhoewel we ook zo nu en dan uitspattingen hebben. En met de fiets en graven? En met de fiets en graven heb ik één keer gedaan, want dat is toch nog een hele afstand. Hè. Het is voor mij op en neer toch 70 kilometer, dus dat is wel een e-bike. Ja. Maar goed, e-biken is ook redelijk duurzaam. Dus ik probeer ook daar wel een beetje een voorbeeldfunctie in te zijn.